Lieve mensen, mijn naam is Evert van Zijtveld. Ik verloor mijn twee prachtige lieve kinderen, Frederik van 19 en Robert-Jan van 18 jaar. Ook heb ik mijn schoonouders verloren. Ik vind het bijzonder en mooi om hier met elkaar samen te zijn. We hebben nu een prachtig monument. Een monument waar we samen kunnen herdenken en waar u ook zelf in alle rust kunt herdenken. Het monument is ontworpen door kunstenaar Ronald Westerhuis. Het werd geopend in het bijzijn van meer dan 2000 nabestaanden van de 298 overleden passagiers van de neergestorte vlucht. 13 slachtoffers kwamen uit de regio Rijnmond. Onze lieve Daisy Jo Oelers, 20 jaar. Voor altijd samen, Bryce Chase Frederiks, 20 jaar. Petra H. van Langeveld, 52 jaar. Gary L. Slok, 16 jaar. Het gedenkteken staat in het herinneringsbos in Vijfhuizen. Dat bestaat uit 298 bomen. Voor ieder slachtoffer van de rampvlucht 1. Het realiseren van dit monument betekent niet dat we klaar zijn met ons werk. De stichting Vliegramp MH17 zal niet stilzitten en niet stil zijn voordat de schuldigen voor het gerecht zijn gebracht en hun straf hebben gekregen. De eerste bloemen werden gelegd door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Morgen is de herinneringsplek toegankelijk voor het publiek.